Burgemeester Peter den Oudsten heeft terecht de vergunning van 4 prostitutiepanden in de Hoekstraat en Vishoek ingetrokken. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. De uitbater van de panden spande een kort geding aan en wilde uitstel, maar kreeg dus geen gelijk. De burgemeester trok de vergunning in nadat de uitbater definitief was veroordeeld voor een mishandeling. Hij kreeg daarvoor een celstraf van 9 maanden. Volgens de rechtbank heeft hij daarmee aangetoond tot geweld in staat te zijn en dat hij daarmee een gevaar vormt voor kwetsbare vrouwen in de prostitutie. De vergunning vervalt per direct. Alle overige prostitutiepanden in het A-kwartier gaan per 1 januari volgend jaar dicht.